Dames en heren, namens het bestuur van de Stadsetterie Sint Rosa heet ik u allemaal van harte welkom hier de schone 3e zondag van september op het jaarlijkse heel groot feest, het Koningsvogelscheten. En de bezoeker heet ik natuurlijk welkom, meneer Den Dijke, die ons deze morgen ook al in de basiliek is voorgegangen in een prachtige schuttersmes. Het belooft dadelijk natuurlijk een geweldige strijd te worden voor Schutterskoning 2016 van de Stadsschutterie, daarna voor Burgerkoning 2016, maar zo weet ze er nog lang niet. We zullen eerst nog een aantal officieel zaken hier in de schone Ursulinetuin moeten gaan verrichten. Op Schuttermeneer gaan we nu beginnen met het Nationaal Volkslied. Eén strofe. Schutterij, geef acht voor het Wilhelmus. Presenteert geweer. Zet af. Geweer. Dames en heren, beste schutters. Een gans schuttersseizoen. Op zondag 20 september was traditiegetrouw het koningsvogelschieten van de Stadsschutterij Sint Rosa in de Ursulinetuin op de historische schootvelden van Sittard. Na een aantal uitreikingen binnen de schutterij begon de deken met het gebed dat voorafgaand aan het schieten wordt gebeden. Het eerste schot dat ook in de traditie valt kwam van de deken. De Stadsschutterij is geworden. Dat is een hele schone berkerveur. En de eer geven we natuurlijk aan het koningspaar om zo dadelijk de berker toe te reiken. Alsjeblieft, ik pas, ik heb ze even aan de kant. Alsjeblieft. Heb ze? Ja. Nu is wat ik ga, jong. Ja. Kus. Dankjewel. Alsjeblieft, veel wel. We beginnen met een kruisteken in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Vader, wij spreken uw zegen af. En vandaag op voorspraak van de Heilige Rosa, de stadspatrones, ook van deze schutterij. Mogen zij ervaren dat uw liefde hen geleidt. En dat de samenhorigheid en de vriendschap alleen daardoor verstevigt en versterkt. Laat uw woord ons richtsnoer zijn in ons leven. En mogen de vriendelijkheid die gij hebt neergelegd in de harten van mensen, neerdalen over allen die wij ontmoeten. Zegen ons bij de ontspanning, maar ook in ons dagelijks leven bij onze zorgen. En begeleid ons op voorspraak van Sint Rosa. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kunt u ons in het kort uitleggen wie en wat Schutterij Sint Rosa is? De Schutterij Sint Rosa is in 1988 heropgericht na een lange periode van niet meer te bestaan te hebben. In de jaren 20 van de vorige eeuw hadden we de lollige eendjeleukers hier in Sittard. En vandaag hebben we daarvan het originele vaandel en een muts weer voor onze archieven ook hier teruggekregen. De schutterij houdt zich bezig uiteraard met bondschuttersfeesten, OLS, Zuid-Limburgs federatiefeest en binnen de eigen gemeenschap de processies bijvoorbeeld. En wat zien we hier vandaag gebeuren? Vandaag hebben we het jaarlijks hoogtepunt het koningsvogelschieten en het burgervogelschieten voor de titel Koning van de Schutterij 2016. En, hoeveel kandidaten zijn er voor geselecteerd vandaag? Er zijn 3 kandidaten die hebben aangegeven om serieus mee te schieten voor de titel. Na een aantal uurtjes schieten was dan eindelijk de koning bekend. Start feliciteert Angelo Dubois met de titel Koning 2016 van Stadsschutterij Sint Rosa.